Deze zomer zoekt Duizend Zonnen naar een zacht bed op plaatsen waar je niet meteen een hotel verwacht. Vandaag vinden we onderdak in een pittoreske parel in Gerhagen. Hotel De Lindehoeve. Ik had vroeger een bedrijf dat is verkocht geweest. En toen wij trouwden, toen zei mijn vrouw, ik zou later graag een klein hotel kunnen hebben. En die droom die is 10 jaar geleden werkelijkheid geworden. We zitten hier in Tessenderlo. 500 meter ver is Antwerpen en 500 meter verder is Brabant. Wij liggen helemaal in het groen en het enige wat wij onze klanten te bieden hebben is absolute rust. Wij profileren ons als een klein familiehotel. In oppervlakte zijn we niet klein, maar we hebben slechts 6 kamers en we willen dat zo bewust houden. Onze regelmatigste gasten momenteel zijn vooral Keniaanse atleten. Zij vliegen van Kenia naar hier en van hier gaan zij naar de Europese wedstrijden. Good morning. Did you sleep well? Yes. Als ze lopen, als ze trainen, is dat niet zoals wij, recreanten, zoals 5 of 10 minuten of een kwartier lopen. Nee, ze lopen 20, 30 of 35 kilometer per training. Ze zijn gemiddeld genomen bij de 12 beste ter wereld. Er zijn 20-tal atleten die eigenlijk al enkele jaren, 4 jaar hier komen. En er komen er ook elk jaar bij en er vallen er elk jaar ook tussenuit die minder presteren of die stoppen met lopen. Kijk, we hebben zo'n goede band met de atleten dat die ons een naam gegeven hebben, eigenlijk een koosnaam. Ze zeggen tegen Matthew, zeggen ze mum en tegen mij zeggen ze Koeko. En Koeko betekent oud. De wijze man, de oude wijze man. Ja, ik hou er niet van, ze moeten niet mevrouw of het is een beetje een afkorting van alles. Hè. Ik heet Matti, mijn kinderen noemen me Moetie. En zij zeggen mum. Ik vind dat fijn. Ik kook over het algemeen Belgisch voor hun. Ze hebben niet echt een dieet, maar een gezonde voeding is voor een atleet zeker zeer belangrijk. Dus trachten we daar veel mogelijk aan te voldoen. Ik zal wel eens 1 keer per week frietjes maken, want ze eten heel graag frietjes, maar ja, ze eten wel geen mayonaise. Ze eten wel ketchup, dat kennen ze. Tomatensaus. Natuurlijk, er zijn verschillen. Het meest opvallende is het omgaan met tijd. Zij zeggen tegen mij, you have a watch, but we have time. Je voelt sour? Ja. Gaan we sour? Ja. You need something more? No. Everything is good? Yeah. Als je het niet in de hand houdt, dan komen ze tussen 7:30 en 22:30. Als je een afspraak maakt en je probeert van 1 uur, dan heb je ongeveer de tijd dat je kunt oprekenen. Er zijn echt wel verschillen tussen hun en ons, maar je kan er niet kwaad op zijn. Ze zijn zo vriendelijk, zo lief en als ik het kon, ik zou alleen voor atleten werken. Oh, dank u. Ik zei dat van tijd, je hebt een gezin van 10 kindjes, hè. Dat is ook. Hè. Als er iemand een kwetsuur heeft en ze vragen ijs voor op een spier die vermoeid is te leggen, dan, je bent ermee bezig. Hè. Dat is nog anders dan met gasten. Hè.